Welkom bij de aflevering van 24 september. Derde video met dezelfde kleding. <laughs> en uh, ja, vandaag hadden we zin om langer op te nemen. Dus uh, dat gaan we ook doen. Ja. Ook uh, veel onderwerpen te bespreken, heb ik het idee. Ja. Allereerst wil ik beginnen met een oproep. Uh, wij, hebben ook een wij, wij hadden al een Telegram-chat met bijna 200 leden erin. Maar we hebben nu een andere Telegram-chat, een premium-groep, waar alleen de betalende donateurs inkomen. Ja. En jij belooft hierbij dat je dan ook meer de tijd neemt om hun vragen te Ja, want te ik, mensen weten dat die in de groep zitten, ik stop zoveel tijd erin dat mensen denken van waar haal je die tijd vandaan Ja, en dat gewoon? doe je nu tot nu toe alleen, allemaal ja. gratis. <laughs> ik doe vaker, dan ben ik aan het editen op de computer of werken voor mijn werk gewoon. Ja. En dan zet ik de telegram gewoon ernaast zo en dan als ik afleiding nodig heb, kan ik mezelf daardoor laten afleiden. Maar soms merk ik wel dat ik uh, meegesleurd word in de gesprekken en dan uh, ten koste van mijn werk. Ja. Dus uh, dan kunnen we zo'n extra groep maken, dan kan ik mijn aandacht daarin zetten. Dan ja. heeft het tenminste nog een beetje een financieel uh, incentive voor mij, zeg maar. Ja, om, uh, kijk, deze groep ja. is gewoon veel te druk geworden. Ik lees al lang de berichten niet meer. Dus we willen nu een premium groep waarbij we allebei de tijd gaan nemen om in te gaan op mensen, hun vragen en opmerkingen. Want ja. de andere groep is een soort chatgroep geworden. Dus wil je in de premium groep, um, dan, kun je dat, dan kun je dat joinen via de link. Dan moet je eerst jou een... Uh... Nee, dan uh, ik, ik ga ik gewoon iedereen die heeft gedoneerd, ga ik gewoon een mail sturen met de link daarin. Oké. Okay. En, uh, en dan kunnen dus dan ze kun via, je... daar doneer, uh, via daar joinen. Oké, okay, ja. En doneren kan op ikgaleven.backmeet.org. Ja. En dan moeten ze een abonnement nemen van 5 ja. euro in de maand. Ja. Minimaal, ja. Oké. Okay. Dat was dat. Ja, ik begin met Rusland en Oekraïne. Uh, Russen die, die googelen nu massaal hoe ze hun arm kunnen breken, zodat ze ja. niet uh, naar het leger moeten. En ik, ik, ik krijg zo'n vibe van, ik dacht dat die tijd van landtroepen, zeg maar, ja. voorbij waren. Ik hoorde altijd op de middelbare school van, ja, we gaan nooit meer landtroepoorlogen hebben, alles wordt digitaal, alles wordt uh, bommen gooien en zo. En ja. nu zie je toch dat het gewoon weer ouderwets soldaten naar het front en loopgraven en, ja. weet je wel, en gewoon dode martelaars. Ja. En ik vraag me af waarom we eigenlijk met grondtroepen. Het klinkt achten. absurd hè? Ja, klinkt in 2022. 2022. Dat is niet van deze tijd. Ja, zo zie je maar, hè? mannen en hun emoties. Poetin en zijn onzekerheid en zijn emoties. Ja. Die dan, weet je, het lot van honderdduizenden mensen kunnen, kunnen schrijven. Ja, mensen. Ja. ja. Maar er zijn ook heel veel Oekraïners dus bereid ook om echt te vechten. Ik weet niet tot hoeveel mensen er tot nu toe gesneuveld zijn, maar ik zeg je eerlijk, ik ja. Maar Rusland houdt die cijfers natuurlijk ook geheim. Het zijn er waarschijnlijk fucking veel. Ik denk dat je in Nederland ook wel veel mensen zou Kijk als als een het is heel anders wanneer een buurland dat echt een grote bedreiging voor jou is, jou binnenvalt. Mm. Um, zoals kijk, in de, in de tijd van de Tweede Wereldoorlog had je gewoon heel veel mensen die bereid waren te vechten. Want die tensions die liepen al op door de jaren. Je zag van hé, hey, daar groeit en groeit. Het is broeit door iets. Duitsland. Oh ja, als je so wilt kan je opnemen. Random. Nee, joh. <laughs> maar uh, je ziet dat er iets groeit en broeit. Dus je, je, die, 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 die nationalisme die groeit al. Weet je, wanneer er geen bedreigingen zijn, dan daalt nationalisme altijd. Want er is geen need voor nationalisme. Want Duitsers en Belgen, Belgen zijn gewoon chill. <laughs> maar in dat soort landen, als die bedreigingen er wel zijn door de jaren heen, dan groeit dat. En dan ben je ook bereid de, daarvoor te vechten. Dus als hetzelfde zou gebeuren met Duitsland en Nederland, dan zou dat sentiment hier ook groeien. Ik bedoel, ik kan heel goed van mijzelf kan ik al merken dat als ik in zo'n situatie zou zitten dat ik wel uh, zou denken van hey, hier moet ik wel voor vechten of zo. Zij voor Nederland voor Turkije vechten of voor allebei. Ja kijk, ik kan nu beter voorstellen met Turkije omdat die, die dreigementen er, beter, uh, er meer zijn voor Turkije. Ik ja. heb heel veel voorbeelden in mijn hoofd Welk van... land zou Turkije aanvallen? Ja, het is meestal heeft dat is het probleem met Turkije ook. Meestal is Turkije IS, IS geweest of uh, PKK geweest. Maar ik bedoel, als Irak of Syrië of Griekenland of whatever ooit besluit om uh, Turkije binnen te vallen en daar gaan heel veel um, burgers dood. En het is ook van dat als ik beelden zou zien van plekken in Istanbul die ik herken, die met de grond gelijk zijn gemaakt, dat zou zo'n lijpeffect op mij hebben. Weet je, dat zou een gigantische nationalisme in je in je in je aanwakkeren. En um, ja, dus dat, dat zie ik wel. Uh, dat, dat ik, ik begrijp wel hoe mensen daartoe in staat zijn. En dat van de Russen ook. Ja. Dat heel veel bij de Russen is ligt juist de motivatie heel erg laag. Want die wil juist ontwijken. Want die denken van wat voor wat? Voor wat precies? Ik was gewoon hier <laughs> rustig aan het chillen. Er is niks aan de hand. En de mensen die nu ook worden opgetrommeld om uh, het leger in te gaan, zijn voornamelijk in minority gebieden. Dus het is in het noordoosten van Rusland uh, uh, of, het, of het zuiden van Rusland. Het zijn geen Russen eigenlijk. Dus dan wat dan wel? Ja, mensen uit Dagestan en uh, mensen uit Tsjetsjenië uh, dus bijvoorbeeld. Want die uh, minder belangrijk zijn of zo. Precies, pre want dat is gewoon dat is, ja, dat is het eerste wat je doet. Ik bedoel, in het Amerikaans leger heb je ook uh, oververtegenwoordiging. Maar willen Tsjechenen voor Rusland vechten? Nee, <laughs> nee natuurlijk nee. niet. Die mensen willen helemaal niet vechten. De, geen enkel mens wil... Kijk, als jij de aggressor bent, heb je daar echt geen zin in. Dan moet je echt... Ge, uh, gemotiveerd ge, zijn. Ja, gemotiveerd, zelfs gemanipuleerd zijn door de regering. Ja, want hij je? blijft maar zeggen dat het nazi's zijn. Ja, zo, maar bijvoorbeeld in Amerika was na 9-11... groeiden de aanmeldingen voor het leger gigantisch. Want dat soort dingen creëren dat soort sentiment. Dus uh, ja, ik zie dat wel gebeuren. En daarom heeft... Gaat Rusland het ook moeilijk hebben? Want je hebt ongemotiveerde troepen, want ze hebben nu zelfs gevangenen uh, aangeboden om in het leger te vechten. Ze zijn gewoon ongemotiveerde mensen die tegen mensen vechten die hun land, hun stad, hun hoedanigheid, hun leven proberen te beschermen. Weet je? Dus uh, ja, daar ben je. Maar waarom zijn het grondtroepen? Waarom zijn het niet gewoon luchtaanvallen of zo? Ja, met alleen luchtaanvallen kun je geen, uh, kun je geen oorlog, oorlog winnen. Je moet, kijk, wat Rusland uiteindelijk wil doen, is uh, genoeg uh, macht op de grond hebben. zodat je die plekken kan blijven verdedigen. Zodat je genoeg Russen op de grond hebt, dat het ook Russisch blijft. En dan uh, uh, gaan ze vervolgens gewoon iedereen die ja, tegen de invasie is, als het ware, die of vermoorden of eruit kicken. En vervolgens gaan ze referendums houden. Dat is wat ze nu plannen referendums houden, dan laten ze de mensen stemmen van, willen jullie Rusland zijn? <laughs> weet je? En dan, ja, dan uh, als die allemaal ja zeggen, dan uh, zijn ze Rusland. is heel mooi. Dus eigenlijk, het lijkt op democratie. <laughs> mooi, het is democratie met een pistool tegen je hoofd. Dus, uh, ja. Ik vind het ook grappig, voor wie houdt Poetin dat referendum? Iedereen weet dat hij een dictator is. <laughs> ja. Dus ik vraag me echt af wie hij voor de gek wil houden. Dus zijn ja. eigen achterban of zo? ja. ja. Het is bijna als een, als een, als een uh, god die jou forceert te knielen uh, omdat hij je anders, uh, omdat hij jou trotseert met het vuur. <laughs> met heel ja. gebrand in het vuur. Zeg dat je van me houdt met een pistool tegen je ja. hoofd. <laughs> Iemand zei tegen mij van Rusland heeft nog nooit in de geschiedenis gewonnen verloren, want ze hebben gewoon zoveel mensen, dat, daar kunnen wij ons niks bij ze voorstellen. Hebben wel verloren. Ze ja, bel... maar zeg maar, als Poetin besluit van ik ga kosten wat kost niet opgeven, kan hij nog jarenlang doorgaan. Als Turk zijnde, Laya, als Turk zijnde, hoor jij wanneer mensen dat soort dingen tegen jou zeggen, hoor jij te zeggen van nee, Turkije heeft meerdere oorlogen met Rusland gewonnen. Is dat zo? <laughs> ja, dat is zo. En daar zijn heb... Turken heel erg trots op ook. En wel in de verre. Maar hoe kan dat? Turkije is veel kleiner. Ja, maar in tijden van het Ottomaanse Rijk was Turkije gigantisch. Oh, en de ja. oorlogen die we toen Dan hebben het gevoerd, ja, ja ja. De oorlogen die we toen hebben gevoerd. Maar dat is geen Turkije, we, dat is Ottomaanse wij, Rijk. Wij wonnen, ja, maar voor Turk is dat hetzelfde. Voor ja. Turkije is de eerste uh, spleet oog met snor zeg maar. Zo zagen de Mongolen, <laughs> de Turkse uh, voorouders eruit zeg maar. Dit is gewoon een Turk, dat is mm. gewoon een Turk. Dat is ook Turkse. Al die mensen van daar tot nu, <laughs> dat zijn allemaal Turken geweest. Ja. Dus, uh, maar nee, Rusland heeft wel uh, bijvoorbeeld de eerste Exchange Oorlog, hebben ze ook verloren. Dat was vrij. Maar een... Hoe kan dat? Je hebt zo gigantisch veel Russen. Het valt wel mee. En, en... Hoeveel miljoen Russen heb je? Uh, ja, ik weet het niet. Ik snap mee. sowieso niet op. hoe Oekraïne erin slaagt om Rusland terug te dringen. 144 drinken. miljoen. Je hebt meer Nigerianen op aarde dan Russen. Oh, en hoeveel Oekraïners heb je? 144 miljoen. Oh, Oekraïners? Uh... Uh, het, uh, ja, uiteindelijk hebben zeg maar, Oekraïners nu beter dan. 44. Water. 44 miljoen, ja. Is dus ongeveer 30 procent. Dus ja. je hebt 30, ik, ik, had, ik had die ratio veel kleiner verwacht eigenlijk. Ik had hem veel kleiner verwacht. Je hebt 30%, ja, 30 van de hoeveelheid Russen aan, aan Oekraïners. Ja, maar de reden dat Oekraïne nu wint is omdat wij als Westen hun hele goede wapens geven. Ja, en Russische wapens stellen echt geen reet voor. Ja. Maar van Ze op een gegeven moment gaan Russen ook gewoon goede wapens voor zichzelf regelen, denk ik. Ja, dus we krijgen vormen. nu heel veel steun van China. Dus er wordt op het ja. slagveld heel veel... Um... Misschien van Noord-Korea of zo? Ja, ik weet niet wat Noord-Korea je gaat geven. Ja, ik weet niet. Ja, ja ik denk, uh, ja, het is uh, 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 lastig. Maar daarom, er is letterlijk geen need. Er is nul reden voor wat. Mensen en hun fucking emotie. Dit is letterlijk hetzelfde als een Twitter-beef, maar dan, weet je globaal. Met geopolitisch Nou, gezien. ik denk het niet. <laughs> het is gewoon dat. Ik denk dat het gaat om uh, kostbare grondstoffen of zo. Want anders kan ik me het helemaal niet voorstellen. Maar ik denk dat het daarom gaat. Ja, ik kan me echt moeilijk voorstellen. Als je echt de grootste landmassa van, van de wereld hebt. Turk, uh, like, dus het is hebben echt puur gewoon een landje willen instikken? Russen inpikken? doen nu... Je hebt Twitch, dus een livestreaming platform. Heel veel Russen doen nu... Dan hebben ze een fornuis... En dan doen ze alle pitten van de fornuis doen ze aan op zijn hoogst. En dan ze zetten, zetten, zetten ze een camera en dan gaan ze dat livestreamen. En dan zetten ze de prijs van, dit kost ons 4 cent per dag. <laughs> Weet je? Om de Europeanen te, 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 te triggeren, als het ware. Yeah. Maar ze hebben, ik bedoel, ze hebben genoeg. Ze voorzien heel fucking Europa van, um, van brandstof. Ja. Dus uh, ik weet niet, welke grondstoffen, waar, waar zijn ze naar op zoek in Oekraïne? Nou, Oekraïne heeft heel veel graan. Het levert ja. aan heel Europa, levert het graan, brood, pasta en weet ja. uh, Nou, misschien is dat heel veel geld. Waar. Ik, weet ik, denk het niet. Het ik denk echt dat het een trots kwestie is. Ik denk echt dat een trots kwestie is. Ja, ik weet het niet. Uh, maar uh, wat ik wel las, is dat Rusland nu zoveel gas over heeft. Hun opslag is zeg maar vol. En om een uh, gasmijn dicht te maken, dat kost meer dan dat je hem, zeg maar, aanlaat. Dus ja. je hebt heel veel extra gas en dat gaan ze nu gewoon opbranden in de lucht. 10 miljoen euro per dag. Yes. Ja, dus waar niemand gewoon wat aan heeft. En dat gaat normaal naar Duitsland en zo. En nu branden terwijl wij hier zitten te steggelen over gasprijzen en gastekort, zitten zij dat zeg maar op te branden. En maar. En dat vond ik echt. En klimaatexperts nee, het, waarom... zeggen dat het daardoor dat de Noordpool daardoor meer de, dat de ijskappen sneller gaan smelten. Maar hoe kan het? Is het zoveel duurder om een? Even kijken. Ja, dat stond in de Volkskrant. Het is uh, ja. veel duurder om een, Het is veel uh, ingewikkelder en heel veel meer werk om een mijn te sluiten of zo dan dat je het gewoon doorlaat produceren. Ja, ik heb echt geen idee hoe die systemen werken. Of in mijn hoofd kun je gewoon een kraan dichtdraaien. Nee, zo <laughs> ja. werkt het niet. Ja. ja. Ja, nee, maar ik, ik, ik kan me voorstellen dat je dan waarschijnlijk uh, moet je het op zo'n manier sluiten dat het openen ervan dan waarschijnlijk moeilijker is. Dus ja. dan wil je het nog even af, afwachten voor je een semi permanente um, um, zoiets actie uitvoert. Als Want ik weet ook dat in Nederland heb je toch in Groningen heb je gas, maar dat is nu helemaal dicht ge, gemaakt en dat openen kost blijkbaar heel veel geld en moeite en zo. Dus ja. ik denk niet dat dat echt heel iets je makkelijks is. Ja, dit in uh, de tijden van Saddam. Denk ik, of was het in Qatar? Ik weet het niet. Een, of andere, een oude luisteraar kan het waarschijnlijk, weet het waarschijnlijk beter dan mij. Maar dat Saddam. Um, even kijken, Saddam Oil. Juist. Oh, het was wel Saddam. Kuwait. Kuwaiti Oil Fires. Nou. Ja, dus uh, Saddam viel Kuwait binnen. En uh, Kuwait had... Ik weet niet wat. Ik weet het hele verhaal niet. Dus Daar zou ik dit voor moeten lezen. Ik zet het wel in het de, in de ding. Maar toen had ze meerdere... Uh, dus wells, oil wells, dus waar olie uitkomt, hadden ze toen in de fik gestoken. Mm. Gewoon gigantische hoeveelheden aan olie. Uh, kijk, meerdere van die uh, uh, oil wells die gewoon in de fik werden gestoken. En dat, dat kwam ook overeen met het uitstoot van uh, Europa van zoveel jaren of zo. Maar pure voor uh, sabotage eigenlijk. Puur om uh, sabotage En en doet het zelf eigenlijk. Met gas? Ja, ja het, uh, als, het, als het verhaal zo is... dan, uh, dan uh, lijkt het daar inderdaad op. En dat zijn, dat zijn ook dingen dat jou... Dat, pro dat probeer ik ook te zeggen met een Twitter beef... want uiteindelijk is het gewoon emotie. Want je bent boos of je bent zoutig... of je bent zuur. Of je bent gewoon stif. Je, bent, je hebt gewoon je emoties niet in controle. En dan in plaats van... Iemand uit te schelden of zo scheld je mensen op deze manier uit, weet je? Ja. Omdat je zoveel macht hebt, denk je ja fuck it. Omdat mijn emoties nu sterker zijn en ik de de de, de gevolgen van mijn acties. De toekomstige gevolgen niet inzien, ja ga ik er gewoon hiervoor kiezen. Het is echt absurd. Weet je wat mij altijd irriteert als ik met Nederlandse vrienden praat over Rusland, dan zeg ik bijvoorbeeld van denken jullie dat Nederland gevaar loopt of zo? Op de lange termijn, als, de, als hij zeg maar niet opgeeft, dan zeggen ze van hij heeft geen keus. Hij moet opgeven. Want uh, ja. uiteindelijk uh, verliezen ze van Oekraïne. En ik denk dan altijd: maar hoe weet je dat? <laughs> ja. Hoe weet je dat hij gaat opgeven? Wie zegt dat? Hij kan nog zo lang doorgaan hij, en hij bluft niet, hè. Hij kan gewoon een bom gooien en hij kan kernwapens ja, maar gebruiken. Maar ik geloof ook niet dat er een kernwapen. Ja, maar waarom? Echt. Hoe kom je omdat, daarbij? Omdat, ik geloof het dus wel. Omdat kijk in de koude oorlog hebben we veel ergere tensions gehad dan dit. Van oh er zou er, er is in de koude oorlog is zelfs voorgekomen dat tijdens een Russisch uh, 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 dat op een Russisch station ergens er een computerfout was waarbij Maar was het, op het in de scherm, koude oorlog Poetin die aan de macht was? Nee, het waren nee. nog fijnere figuren zoals uh, Gorbachev of en uh, weet ik veel wie Maar allemaal. als ik als ik naar Poetin kijk, die man is die. Ja, maar hij komt gewoon toe. uit die tijd. Hij is een product uit die tijd. Hij, ja, is, hij, is KGB, hij was, was KGB-agent. Dus hij, hij was gewoon een agent die werkte voor die, die government. Ja. En kijk, destijds zijn er heel veel dingen gebeurd. Er zijn computerfouten waarbij men op het scherm zag dat er meerdere atoombommen afkwamen op Rusland. Mm. En toch hebben ze niet teruggeschoten. Toch wilden ze eer zeker weten van midden in de Koude Oorlog. Wilden ze zeker weten van is het geen computerfout? Is dus meermaals gebeurd dit soort dingen. Mensen zijn gewoon heel erg hesitant wanneer er op dat soort dingen aankomt. En ik denk dat zelfs als, als Poetin helemaal gek zou worden. en zou denken: van oké, okay, we gaan dit doen. Er zijn mensen om Poetin heen. Niet iedereen om Poetin heen is gek. Niet iedereen om Poetin heen wil dood in fucking nucleair Maar die gaat hij dan ook allemaal doodmaken? Ja, maar dat red je niet. Want uiteindelijk is het maar een handjevol mensen die echt daadwerkelijk wilt sterven voor de Twitter-beef die, die, die Poetin nu aan het houden is. Want er, het is voor wat? Voor wat? <laughs> voor wat ga je de wereld uitroeien? Er is geen goed argument daarvoor. Dat is er gewoon niet. Ja, ja. Hij, hij vindt het blijkbaar zo belangrijk dat hij het is gaan. Ja, doen. maar da, hij is, ze zijn zo vaak gaan dreigen met dat soort dingen. En ik, het is echt nooit gebeurd. Tijdens de Koude Oorlog hadden we altijd de, 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 de klok. wanneer die twaalf uur zou slaan, zouden de wereld vergaan. En we zijn echt op. Uh, Echt uh, 23 uur 59 en 50 seconden gekomen. En er is nooit een uh, atoombom uh, gelanceerd naar Hiroshima en Nagasaki. Dus uh, ik zie het niet heel snel gebeuren. Ja. Ik zie het echt niet heel snel gebeuren. Rusland is, je schrijft gewoon je eigen doodsvonnis als je een, la een nuk la lanceert. Ja, maar iedereen zei ook: je schrijft je eigen doodsvonnis als je Oekraïne aanvalt. Ja, maar dat hebben ze in principe ook gedaan. Ik bedoel. Uh, de laatste weken zijn er alleen maar uh, Russische zakenmensen uit ramen en uit jachten aan het vallen. Ja. <laughs> Heel slippery zijn de vloeren opeens in Rusland. En al die jachten die in beslag zijn genomen. En uh, ja, dus... Uh, dat, is niet, dat is alsof ze... Maar waar het niet houdt voelen het op? Ofzo. Dus hij gaat uh, zogenaamd opgeven, denk jij? Nee, ik denk dat het gewoon een hele lange oorlog gaat zijn die uiteindelijk geen duidelijke winnaar gaat hebben, zoals altijd het geval is. Maar dan moet hij zich toch ooit terugtrekken, of dan moet hij ooit Oekraïne weer helemaal heel achterlaten. Of, of ja, je speelt het gewoon uit. Waarna het kijk nu wilt iedereen gewoon is het van nationalisme en dit en dat en ja we moeten er voor gaan en dit en dat. Maar wanneer het vier, vijf, zes jaar uittrekt, dan zijn mensen, dan komen steeds meer mensen mee van oh ja oké. Okay, maar dan moet je elke lezen. keer als je geen soldaat hebt nieuwe ronde wervingen ja. doen. Ja. Gaan er uiteindelijk heel veel mensen dood. Ja. En dan moet je Oekraïne toch weer terug inleveren. Heb je heel veel gezichtsverlies geleden? Heeft niemand meer vertrouwen in Poetin of zijn, uh, hoe noem je dat? zijn kind of zo die hem gaat opvolgen? Heeft hij kinderen? Ja. Ik weet het uh -huh. niet eens. Ja, volgens mij wel. Ik weet niet eens wie hem gaat opvolgen. Ga, gaat dat via zijn kind? Ik weet het niet. Nee, nee, gewoon nieuwe. nieuwe ja, eigenlijk worden er nieuwe verkiezingen te komen natuurlijk. Maar uh, ja, Poetin ja, maar wint maar die altijd. Zijn toch niet... Ja, precies. Dus dan Echt wordt het gewoon zijn zoon vindt. of zo. Ja, kijk, ik ben eigenlijk voor een idee, voor het idee dat als jij de politiek in wilt gaan, een soort van machtshebbende positie in wilt gaan, dat jij een speciale operatie ondergaat waarbij wij een kleine chip met een explosief in jouw hoofd implanteren. Oké? En dan heb je gewoon democratie. Dan gaan mensen gewoon stemmen. Als ze jou niet meer willen, kunnen ze gewoon stemmen online helemaal makkelijk geïdentificeerd. Elke persoon kan één keer stemmen. Gaat iedereen stemmen? En als er meer dan 50% van de mensen willen dat je weggaat, dan ga je weg. En wanneer je niet weggaat, dan druk op een knop en dan ontploft die bom in je hoofd gewoon. Maar mensen willen over het euh... algemeen altijd dat je weggaat. Nu zou ook 50% Rutte weg willen. Ja, en dan, dan moet hij gewoon weg. En als hij niet weggaat, dan komt bom in je hoofd. Nee, dat is onzin. <laughs> Want Rutte wint elke verkiezing. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja. ja, Rutte heeft heel veel mensen lekker rijk gemaakt. Dus. Uh... Dat is, dat maar je is kan chillig. ook toch gewoon aftreden in plaats van explosief in je hoofd. Ja, maar daarom, maar eerst dat je, je krijgt de kans om af te treden. Je krijgt, mm. je krijgt van een melding van jou, mensen willen je niet aftreden. En dan als je binnen een bepaalde periode niet aftreedt, dan ontploft het gewoon in je hoofd. Weet je, want mensen willen uiteindelijk, kijk, als je een, kijk, psychopaten die... Die, uh, die zijn oververtegenwoordigd in machtshebbende posities. Mm. CEO's, de kans dat je psychopaat bent is, veel, is iets van zeven of acht keer hoger op een CEO dan op een normale bevolking. Hetzelfde met politici, wereldleiders, dat soort dingen. Dus je wilt dat tegenhouden. Dat zodra mensen machtsgaal worden, dan gaan ze hun macht proberen te beschermen. Net zoals de mensen die rijk worden, hun geld proberen te beschermen. Dat is gewoon een menselijke iets. Het is gewoon als jij veel besjes had en niemand probeerde bij die besjes te komen, dan sloeg je zijn schedel in met een steen. Dat is wat we voor 300.000 jaar hebben gedaan. Dus dat zit in ons en dat moet je. Tegenhouden door dat soort dingen. <laughs> door een bom in je hoofd. Echt een goede manier om te te Maar door manieren te vinden waarbij je gewoon met een druk op de knop en met een democratische keuze iemand kan laten doen aftreden, ja, onafhankelijk ja, ja. van hoeveel mag. Dat macht gaat ze toch hebben. nooit gebeuren. Turkije wacht heeft maar, de laagste gasprijs op dit moment en Nederland de hoogste. Ja. Zag ik op zo'n wereldkaartje. Ja, maar voor Turk is het nog steeds fucking duur. Ja, Turken huilen echt van de, de gasprijzen. Maar hoe kan dat? Ze hebben het goedkoopste. omdat ze 200 euro per maand verdienen. Ja. Ja. relatief gezien valt het wel mee hoe goedkoop het is. Want benzine is in Turkije ook fucking goedkoop. Nog steeds voor Europese termen. Maar Turken, die klagen. Al, die, heel veel Turken kunnen de auto niet meer nemen omdat ja. benzine te duur is. Maar dat is gewoon omdat, er heel veel, uh, heel, omdat ze gewoon heel weinig verdienen. Ja, dus voor is hun is alles inflatie, duur. Ja. ja. Maar hoe kan Erdogan geregeld hebben dat hij zo goedkoop gas heeft? Heeft hij een soort dealtje met Poetin of zo? Ja, ik bedoel, um, de Rusland. En kijk, de, 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 de tijd dat um, Europa uh, Turkije de rug toekeerde om bij um, Europa te kunnen betreden, de Europese Unie te kunnen betreden, heeft Turkije al volop ingezet op uh, Rusland in het Midden-Oosten, Azië en het Midden-Oosten. Mm. En daar, zijn we nu, daar is, is Turkije nu veel betere maatjes mee dan Europa. Ik bedoel, mm. Rusland heeft heel weinig problemen met... Uh, met, uh, Turkije heeft heel weinig problemen met Azië over het algemeen in het Midden-Oosten. Maar van hij had zo... wel de Zwarte Zee afgesloten Ja, voor los van dat hij in Russische straal straaljager ja, uit de lucht heeft geschoten. Ja. <laughs> en eerlijk, daarvoor commandeer ik hem wel. Dat is wel bals. Het is wel domme bals, maar het is wel bals, weet je. Complimenteer, ja. 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 Hij is wel de enige NAVO-lid. commandeer? I command him, zeg maar. Ja. Command... <laughs> commandeer, wat fucking rare vertaling. <laughs> hij is wel de enige NAVO-lid die openlijk uh, kritiek heeft op de uh, Europese Unie. Want hij zegt van jullie provoceren Poetin door wapens te leveren. Ja, maar dat is gewoon puur om Poetins billen te likken op dit moment. Hij kiest gewoon Poetins uh, side. Erdogan is altijd iemand die uh, van beide wallen eet, zeg maar. Mm, altijd. Twee gezichten. Ja. zaken doen met Israël, maar jullie zijn kindmoordenaars... Uh, Europeanen zijn fascisten, maar welke zaken doen we bij de Europese Unie willen horen. Er <laughs> is gevechtsvliegtuigen uit de lucht schieten, gewoon zomaar. En dan, oh ja, maar jullie professeren Rusland. <laughs> mm. Ja, dat is uh, Erdogan. Ja, Turkse verkiezingen zijn bijna. Ik zit helemaal in die video's en zo. En waar ze zich nu helemaal druk om maken is natuurlijk de inflatie. Ja. En jij zegt dus dat dat komt door zijn rentebeleid ja. vanwege religieuze gronden? Ik denk dat als. als als Erdogan niet wint, als er een frisse wind komt, zeg maar, in Turkije. Dat je dat gelijk zult merken in uh, de, de koers. Want er zal veel meer uh, trust komen in Turkije. Er is gewoon nul trust. Zeg maar de, de daling van de koers is gewoon te linken aan domme uitspraken van Erdogan. Uh, Turkije die zich mengt in allerlei internationale dingen. Weet je, het is gewoon elke keer wanneer er een schandaal was voor Turkije, dan. Verliezen mensen gewoon vertrouwen in het land. Dan heb je minder buitenlandse investeerders en dat soort dingen. Dus ik denk dat als iemand anders aan de macht komt, dan gaat dat wel omhoog. Maar om de schade echt helemaal te niet te doen, gaat echt jaren nodig hebben waarschijnlijk. Echt jaren nodig hebben. Want uh, er is echt veel schade aangericht. En we zijn letterlijk van uh, 1 euro is 2 lira, naar 1 euro is wat nu 18 lira gegaan. Mm. Dus dat is een gigantisch verschil. Dus uh, ja, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. En ze maken zich druk over dat, dat je geen alcohol kan kopen na 10 uur en dat je ja. geen muziek mag luisteren na 11 uh, uur of zo. Ja. En uh, blijkbaar is de accijns op alcohol, voor elke euro die het kost, betaal je 3 euro belasting. Zeg maar, totaal uit verhouding. Ja, het is fucking duur. En ze hadden het ook over sigaretten en gokspellen. De meeste belastinginkomsten komen van gokspellen, alcohol en sigaretten. Ja. Ja, heel veel Turken vinden dat helemaal fantastisch natuurlijk. Want die denken van ja, waar is dat goed voor? Ja, ja ik vind het op zich, vind ik het go go goed ideeën. Uh, alleen voor mij, mij had het meer proportioneel mogen zijn. Want het is nu, het is, het is nu ook te duur om te genieten van, een, van alcohol. In plaats van, je moet, het, je moet het duur maken om helemaal naar de getver te gaan. Maar je moet het wel betaalbaar maken dat je gewoon kan genieten van alcohol. En op dit moment is een biertje dezelfde prijs als. Een biertje in Nederland. En dat is gewoon een gigantische prijs voor een Turk. Uh, dus dat is wel jammer. En je dat... hebt nu eigen bierbrouwers en zo. Die <laughs> ja. En eigen... Ja, dat chemische... krijg je. Want in Oost-Europa is het ook heel populair. In Rusland ook. Gewoon je eigen alcohol stoken. En dat is heel, heel gevaarlijk. Want je kan... Uh... Ze maken eigen drugs, eigen ja. sigaretten. Ja, als je niet weet wat je doet, dan... Want je, je probeert ethanol te stoken. Dat is alcohol. Maar je kan ook een beetje methanol erbij krijgen. En dan word je blind en dan ga je dood. Ja. Dus uh, dat is geen lekkere, lekkere rakken En dat van dat je alcohol niet na tien uur mag kopen, dat klopt, maar Turkije is Turkije en Turken zijn Turken. Dus je kan gewoon alcohol. Bij, bij mij was het altijd zo. Als ik dan met uh, mensen was en het was midden in de dag en we wilden wat gaan drinken in het hotel of zo. dan loop je gewoon ergens binnen en dan moet één persoon bij de deur staan. Uh, en dan loopt die andere naar binnen. en dan weet de, 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 de market-eigenaar al van: oké, okay, jullie komen alcohol halen, want iemand staat op de uitkijk voor politie. En dan koop je gewoon een fles en dan gaat het in een bruine papieren zak zodat het niet zichtbaar is. En dan moet je er iets anders bij kopen, zoals chips en zo, wat je erop boven kan proppen. En dan neem je het gewoon mee. Oh ja. Dus, uh... Geen strenge beleid of toezicht. Nee. Maar jij had toch ook een neppe wietervaring in Turkije? Oh ja. Waar maken ze die neppe wiet van dan? Ja, dat is synthetische wiet. Dus je hebt gewoon chemicussen die dan. Uh, Echte iets... chemicussen? Ja. Gewoon jongens die op de universiteit uh, scheikunde hebben Gewoon jongens zoals mm -hmm. ik. Tenminste, ik heb geen scheikunde gestudeerd, maar gewoon jongens die mm -hmm. scheikunde hebben gestudeerd. En dan, um, uh, dan, dan kijk je gewoon naar THC, het THC-molecuul. En dan probeer je dat een beetje aan te passen. En dan probeer je dat ook na te maken. Weet je, dat synthetisch te produceren. En dan kun je gewoon een wit kristal produceren dat op THC lijkt. Maar het is geen THC. Dus het is niet opgenomen in de wet. Dus het is volkomen legaal. En omdat jij de aanpassing hebt gemaakt, is het 10.000 keer potenter dan normale THC, bijvoorbeeld. En dan neem je gewoon een beetje een kruidenmix, een theemix of zo. En dan sprinkel je dat, spray je dat eroverheen. Een bepaalde dosage. En dan verkoop je dat naar Europa als incense, zeg maar. Dat je het in de fik steekt en dat het dan aromatische geuren geeft. Maar iedereen weet natuurlijk dat het om te roken is. En dan uh, rook je dat. En dat is heel populair in Turkije, heel populair in Dubai. Uh, want die die ruiken dat niet. Uh, dus, en wiet en hash kun je mogelijk vinden in Dubai bijna. En in de UK is het ook heel erg groot. Kun je geen wiet vinden in Dubai? Nee, er is de doodstraf op, op het importeren van die dingen. Dus, mijn eerste vriendin had een neef uit Dubai, rijke jongen, zat in drie hotels daar of zo. Zijn leven bestond echt, weet je, als ze zich verveelden, gingen ze gewoon Bugatti-zuren en door de woestijn rijden en dat soort dingen. Waarom wordt er zo moeilijk gedaan om wiet over de hele ja, wereld. Ja, maar hij was verstaafd geraakt op dat, op die uh, synthetische wiet. En hij kwam naar Nederland en ik zag dat hij helemaal verstrooid was. Gewoon helemaal. Uh, hij, wilde, hij wilde LSD gaan proberen, dat had hij nooit gedaan. Hij had twee tabs LSD genomen, twee zegeltjes. Dat is echt veel. Hij voelde niks. Je moet echt lijp verstrooid zijn als je van twee zegeltjes LSD gewoon helemaal niks voelt. Maar uh, hij, had dus, hij was gepakt met uh, dat dus, met die Spice of K2 noemen ze dat. Uh, was hij gepakt door de politie. En uh, omdat zijn vader een hoge positie had... Uh, in plaats van naar de gevangenis, mocht hij ervoor kiezen om gewoon het land uit te gaan en nooit meer terug te komen. Mm -hmm. Dus daar heeft hij voor gekozen. dus nu woont hij in de UK. Dat is echt fucking streng. Maar in Nederland kent niemand dit. En zelfs al zou je het willen kopen, zou je het nergens kunnen vinden. Waarom? Omdat we gewoon wiet hebben. Waar mensen niet, niet helemaal lijp van worden. En lijp verslaafd aanraken en helemaal verstrooid van worden. Ja. Weet je? Zo zie je maar hè, de voordelen van dat soort dingen. Wat is de reden dat heel veel landen zo moeilijk doen om wiet? Omdat ze gewoon Amerika achterna zijn gegaan. Het, Amerika in Amerika achterna. kan je ook geen wiet kopen? Daar is het begonnen. De, de, het, het, het verbieden van... Het heeft een heel lang verhaal. Kijk, uiteindelijk was de hennepindustrie... Was vroeger een, een competitor van de katoen-industrie en de, de, de papierindustrie. Vroeger werd papier ook van hennep gemaakt. Kleding werd van hennep gemaakt. Heel veel dingen werden van hennep gemaakt. En dat probeerde men politiek te ondermijnen. Dus toen ontstonden er, uh, zoals de politiek nu ook doet... Ontstonden er. Uh, misinformatie van, oh ja, zwarte en Mexicanen... Die roken wiet. En wanneer witte vrouwen ook wiet roken, dan lusten ze naar zwarte penissen. <laughs> dus er kwamen dat soort, dat soort reclames van uh, ja, ze neuken onze witte vrouwen met wiet met uh, marihuana. Oké, okay, maar dat was vroeger. Nu ja, weten we het wel beter. Ja, maar dat hebben we toen uh, vooral met Nixon. Hebben we dat toen allemaal uh, in, in wetten gezet. En dat is toen overgenomen door allemaal andere organisaties. Want Amerika nam het voortouw in de moderne wereld met de wetgeving en dat soort dingen. En iedereen heeft het overgenomen. En als je eenmaal ja, zoiets hebt... Maar als je eenmaal ooit wiet hebt gedaan in je leven, dan weet je dat het gewoon niks voorstelt. Ja. Dus ja. denkt er niemand in de regering van Dubai, hé, hey, dit is hetzelfde als een sigaret, maar nee, dan... Nee, nee, niemand die daaraan denkt. En het is erg, want dat zie je overal. Want in Amerika is het ook zo Bijvoorbeeld dat bepaalde staten, waar het nu gelegaliseerd is... Er zijn in die staten waar iedereen nu op straat wiet rookt, zijn er mensen in de gevangenis die nog 14, 15 jaar moeten zitten omdat ze wiet hebben gerookt. Mm -hmm. Omdat ze gepakt zijn met wiet. Terwijl mensen nu buiten de gevangenismuren exact hetzelfde doen. <laughs> maar ja. toen was het illegaal en nu niet, weet je. Maar die mensen worden in de gevangenis gehouden. Het ja. is fucking absurd. Maar ja, niemand, niemand geeft zich er. Uh, niemand geeft er een reden om. Dus. Maar hoe voelde die synthetische wiet? Ja, dat was echt vreselijk. Ik nam één heisje en ik wist gelijk dat het geen uh, wiet was. En ik ben toen ook gestopt met roken. Maar mijn mond werd zo droog dat mijn tong tegen mijn gehemelte te plakte en mijn huig. Dat ik gewoon voelde dat als ik mijn mond open zou doen, dat mijn tong mijn huig meetrekt en ik zou kotsen. En ik was echt in een hele religieuze buurt in Turkije. Ik was in, uh, in Fatih, of zo. Nee, ik was in uh, Ejup. Ik was bij Ejup Sultan Jami in de buurt. Dit was, dit was gewoon een kapper. We gingen gewoon een kapper in en hun waren van... Oh, jullie komen uit Amsterdam. En toen zei ik van... Ja, we hebben de beste wiet. En dan van... Nee, we hebben hier betere wiet. En ik zei... Ja, kom dan. Kom met je wiet. Met je schere Turkse wiet. En toen kwamen ze met synthetische wiet <laughs> <sukt> die 10.000 keer sterker is dan normale. Maar ze zeggen van tevoren DSA. dat het echte wiet is. Je ja, zei tegen mij dat het echte wiet is, maar zodra ik het zag, ik ruikte het de, de ruikte gewoon naar munt thee waar gewoon shit op gespreid is. Ja. Zou en, je en echte wiet hebben in Turkije? Oh ja. Dus dit jaar, tenminste vorige keer dat ik in Turkije was, was ik dus met een, een, een rijke vriend. En um, hij zei toen: Van ja, want ik kocht al wiet af en toe als ik, als ik echt wil roken, voor heel duur en echt hele slechte kwaliteit. Vaak komt het uit Albanië. En hij zei van ja, wil je goede wieten? dat? En hij bracht me naar ergens, waar ik dus echt zo'n was. Het is gewoon een, een winkel, je gaat gewoon binnen, het is gewoon een kamer, maar er staat gewoon alleen een bureau, zeg maar. En dan kan je zitten. En echt zo'n Turkse bureau met die staande pennetjes zo. Mm -hmm. En met die leren kussenachtige dingen, en dan foto van Atatürk op de muur. En dat gewoon zo'n standaard Turkse bureau-ding. En dan wordt er daar mm -hmm. gewoon zaken gedaan of zo. Mm -hmm. maar ja, wij kwamen daaraan en uh, het zijn allemaal rijke mensen of zo. En uh, ging kennis maken met die guy. Hij komt gewoon uit die achterkamer met zo'n grote glazen pot vol met wiet. Gewoon gigantische hoeveelheden wiet en gewoon Nederlandse kwaliteit. Gewoon hele goede kwaliteit. En hij pakt zo handen eruit. Zet iets zo in de plastic tas. en zegt, is het genoeg? Is het genoeg? Ik zeg, ja, ja, is genoeg. Hij zegt, oké, okay, neem maar mee. Ik zeg, hoeveel moet ik geven? Hij zegt, ja, geen probleem. Weet je, omdat het, omdat het iets connectie was of zo. Maar ik vroeg hem van, waar komt het allemaal vandaan? Want hij had dus ook hele goede kwaliteit MDMA en coke. En dat is buiten Nederland heel moeilijk te vinden. Want het, komt allemaal, het wordt of in Nederland geproduceerd of komt hier binnen. Dus wij hebben de beste kwaliteit. En hoe verder je van Nederland afgaat, des te slechter de kwaliteit. Mm. Bijvoorbeeld coke in Malta is gemiddeld 14% puur. 14% in Nederland is dat zo'n 80%. Dus um, ik vroeg aan hem, waar komt het vandaan? En hij zei gewoon dat mensen het gewoon in privéjets meenemen. Als mensen gewoon in privéjets naar Europa gaan, kopen ze gewoon heel veel in en dan nemen ze het gewoon mee. Ja, want dan is er geen controle. Ja, over het algemeen is er geen controle. Ja. Echt lui. Ja. ja. Dan moet je iemand met een privéchat kennen die dat voor Ja, maar je daarom doet. als je rijk bent, dan gelden al die wetten niet. Oh, dit is verboden, dat is verboden. Nee, je woont gewoon in een fucking wolkenkrabber met je eigen security die ze bek dicht nee. houdt. En je doet gewoon wat de fuck je wilt. Als je kinderen wil neuken, kun je kinderen in de neuken. En niemand die er wat van zegt. Mm. In dat soort uh, omgevingen kan het gewoon. Blijft gewoon hash-hash. We gaan over naar Baudet. Die ja. Baudet. Oh ja, ik heb een fragment. Ja. Ja, dit is echt een geweldig fragment. Echt. dat dus ik dit heb gevonden. Het is zo geweldig. Ik ben echt blij dat ik dit met mensen kan delen. Waarom is dit nooit waar gegaan? Hoeveel views heeft dit? Uit uh, Amerika. I, the description is: is I think Thierry Baudet is like Dutch Trump. <laughs> <laughs> dit is uit 9 oktober 2021. Dit is uh, iemand, een crypto persoon of zo. Dus hier zegt Baudet ook van oh, we gaan onze eigen crypto-coin uitbrengen voor de partijen en weet ik veel wat. Maar hij zegt hier iets heel interessants. third derde is: votingtests. De meeste mensen niet And this te the En deze is de people make Ja. De meeste mensen maken slechte beslissingen. En eigenlijk kiezen. not wie niet is... maar do een job better doen, is een heel hard skill set. En dus, so, you know, er zijn. De meeste mensen moeten niet voteren. on who gets to be in charge. because they'll make the wrong decision. they vote against their own interests. you but see this the all weird the time. the thing is that if we would design such a test in mm -hmm. the netherlands, we would most probably exclude my voters. Mm. so the weird thing is that <laughs> I've, I've <come> to the, <laughs> that I the higher, <laughs> more educated, the more susceptible they are to propaganda. No. it's very weird. <laughs> it's, it's <laughs> Discovered to 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 why it why it exists. But if people have an academic degree, yeah. they're very likely to believe literally everything that the government and the mainstream media tell them. Yeah. Whereas if they are geen educated yeah. they're much more likely to think for themselves. So they yeah. perhaps they won't pass the test. That you, I, I don't know exactly what kind of test you, you, would, well, you would design, but kind of <laughs> it's a typical of... that's super dangerous, right? Right. Like, well, I'm all voor it if I can design the test. Yeah, right. <laughs> that yeah, used to yeah, be like, my typical answer yeah. to that. Maar hoe dom is, is this? This? dit? And And hij zegt zo van het it is. Yeah, it's a it, peculiar uh, phenomenon. I still have not uh, figured it out why it is like that. Misschien klinkt. Het gaat echt compleet absurd klinken wat ik nu ga zeggen hoor. Maar misschien zien hoogopgeleide mensen gewoon door jouw simpele propaganda heen, zeg maar. Oké, okay, even een <laughs> samenvatting. Die man <laughs> zegt, ik vind dat uh, heel veel mensen niet uh, mogen stemmen omdat die geen keuzes kunnen maken. Hij zegt ook, de most people uh, vote against their own interest, wat echt ja. een super fascinerende trend is, want ik zie dat ook. Ja. Um, en als, Dus hij zegt van, we moeten een soort IQ-test hebben om te stemmen. En dan zegt Baudet van... Uh, ja, dan zouden mijn stemmers dat niet halen. Want ja. laagopgeleiden zijn meer in staat om de waarheid te zien. En hoogopgeleiden volgen de mainstream media. En, de, en wat, ja. wat de kranten. Maar hij zegt zeggen. ook laagopgeleiden denken meer voor zichzelf. Hij zegt, al mijn hele partij, mm -hmm. alle laagopgeleiden in mijn partij, die allemaal exact hetzelfde denken, mm -hmm. die denken voor zichzelf. Ja. <laughs> ja, echt een raar. Het feit dat hij dit gewoon, hij gelooft het. Ja. Hij, gewoon, hij, hij begrijpt niet hoe absurd hetgeen hij zegt is. Hoe kun je is. überhaupt zeggen, laag opgeleid? Dat betekent letterlijk, je hebt heel weinig onderwijs gehad. Het is makkelijk te manipuleren. Ja, je ja. hebt gewoon heel ja. weinig dat onderwijs Laag opgeleide had. meisjes die slachtoffer vallen tot loverboys en dat soort dingen. Ja. Waar dat bij hoogopgeleide meiden niet gebeurt. Laag opgeleide <laughs> hebben in alle statistieken de, de slechte, zeg maar... Ze vreten meer, ze sporten minder, ze hebben slechtere gezondheid. Ze hebben, weet ja. je wel, meer eenoudergezinnen, slechtere huwelijken, et cetera. Dus in alle statistieken zijn zij slechter vertegenwoordigd. Ja. Maar als het op politiek aankomt. <laughs> ja. zien ze wel de waarheid. Weet je ja, wel? want ze, ze geven Bout gelijk. En dat is het enige wat hem boeit. Hij is echt gewoon stereotypisch. typische narcist. Gewoon. gewoon nog nooit in zijn hele leven. heeft deze man kunnen toegeven. dat, iets gewoon, dat het fout is. Nooit. Mm. Gewoon nooit. Zelfs als het gewoon bewezen is. Of het nou zijn Marokkaanse verhaal was in de trein. of weet ik veel wat elke keer als het gewoon duidelijk is dat hij liegt, dat hij keihard liegt, kan hij nooit toegeven. En dat is gewoon een ziekte. Het is gewoon een pure ziekte. Want nu ook, nu moet hij, hij denkt van: "Wow, in mijn partij zitten alleen maar domme. Dat is wat hij denkt hè, want hij zegt het hier ook. Hij weet hij denkt: "In mijn partij zitten alleen maar domme mensen." Dus om in plaats van dat te betrekken op zichzelf van: "Hey, misschien zit ik fout." En zien slimme mensen door mij heen, probeert hij een heel Oh, misschien is er een wetenschappelijk fenomeen waarbij een soort paradox, waarbij laagopgeleide de juiste keuzes kunnen maken en hoogopgeleide alleen de government vertrouwen. Het ja. is zo raar. Het is zo raar. Dat hij dat gewoon met een recht gezicht kan zeggen. Oh, dit zou echt waar moeten zijn. Wat trouwens krijgen. niet eens waar is. Want hij is bijvoorbeeld antifax. En uh, antifax zijn linkse, hoogopgeleide vrouwen meestal. <laughs> ja, ja. En laagopgeleide, die uh, doen het gewoon. Weet ja. je wel. Ik, ik ja. ken geen laagopgeleide. Alleen nu, die antifax. Maar zijn. tijdens deze pandemie is dat, wel, is dat wel heel erg veranderd. Want over het oh, algemeen, ja? Waren, ja, over het algemeen waren, laag, waren het hoogopgeleide linkse vrouwen. die heel erg antifax waren. En tegenwoordig is dat een soort laagopgeleide rechts iets geworden. Dat is laatste zo. pandemie. Ik ken geen laagopgeleiden die niet hebben gevaccineerd. Ik het, het zijn allemaal hoogopgeleiden. Ik heb letterlijk twee weken geleden nog met een meisje een gesprek gehad, een meisje die ik heel lang niet heb gesproken, die tegen mij zei van, ja maar, het is toch door die vleermuizensoep? En dan dacht ik van, wow, maar dit is dit is onkracht in 2019 <laughs> of zo. Weet <laughs> je van wow, ben, ben je nog, nog daar? daar? <laughs> ja. <laughs> dus er zijn er gewoon heel veel van dat soort mensen. Dus, uh, ja, ja. oké, okay, bij corona is het denk ik gewoon zowel laag als hoog opgeleid. Zullen we even kijken, echt. volgens mij had. Uh, vak... Want het waren vooral christenen en moslims inderdaad die niet vaccineerden. en die zijn gewoon over het algemeen laag opgeleid. Ja, ja, ja dat is vooral de autochtone. Maar toevallig in mijn omgeving zijn het allemaal hoog opgeleide. Ja, misschien omdat je voornamelijk hoogopgeleide hebt in je omgeving. Ja, precies. Ik ken amper laagopgeleide. Ja, kijk, bij hoogopgeleide is uh, niet gevaccineerd 11 en bij laagopgeleide is het 22 Oh, niet eens zo'n heel gigantisch verschil. Maar... Ja, kans is twee keer hoger leden. Maar hoogopgeleide zijn de meest gevaccineerde mensen meest ja. gevaccineerde en mannen ook mannen zijn meer gevaccineerd dan vrouwen want mannen zijn logisch en vrouwen zijn een mooi nee, grapje. <laughs> vrouwen zijn altijd bang dat ze onvruchtbaar worden ja, ja, ja. ja de gevolgen zijn gewoon groter dan voor een vrouw dan voor een uh, man en uh, ja maar ja dat dus uh, bouw uh, blijft gewoon uh, bouw D blijft gewoon en, uh. ik ben echt benieuwd hoeveel zetels hij gaat halen en ik ben benieuwd waarom die man die interviewt niet een weerwoord heeft. Hij zit gewoon heel moeilijk te kijken. Maar ja, ik denk gewoon van ja, zeg dan eens iets. Ja. Net had je zo'n uh, stellig punt. Weet je. Ja, maar het zijn van die crypto-mensen. Als er iemand is die gewoon een, een politiek is die dom is, maar doet alsof hij slim is, vertegenwoordigt. En zei, waarom lacht die Aziat en, en zegt hij niks? Ja, ja. <laughs> hij, wordt beter hij is de enige slimmer tussen ja. Hij denkt: wat <laughs> doe ik hier? Ja. Ik hoop echt dat hij dat ze hem goed betalen. <laughs> ja. Oh my god. Fucking absurd. Ik denk dat die Aziaten zijn juist de mensen die altijd maskers dragen, nu nog steeds. <laughs> ja. Altijd als ik op Schiphol of zo kom, zijn het altijd Aziaten ja. die nog steeds maskers dragen. Dus ik denk echt dat hij daar denkt van wat een crazy guy. <laughs> ja. ja, 100%. <laughs> ja. um, Bij één is uit elkaar vanwege racisme. Dus iedereen lacht ze een beetje uit. Omdat het een partij was tegen racisme. En nu beschuldigen ze elkaar van racisme. Mm. Ja, ik weet niet. Volg jij die partij een beetje? Heb je er een mening over? Nee, nee ik heb eigenlijk alleen maar negatieve meningen over. Het, het Tenminste, negatieve beelden van bijeen in mijn hoofd. Maar het komt gewoon voornamelijk door het nieuws. Uh, door het nieuws, denk ik. Want ik heb af en toe ook wel goede dingen gezien, maar. Het meeste waar ze mee in opspraak komen zijn We moeten een dingen. keer hun partijprogramma. Kun je het even googelen? Ja, maar mij... kijk, het, het probleem dat ik heb met, met bijeen. is dat het soort van. de, aan de andere kant van het extreem wordt gezet van. Uh, mm -hmm. vorm van democratie. Maar dat is absoluut niet het geval. Weet je, mm -hmm. bijeen, wat voor schade heeft bijeen aangericht. in onze samenleving? Je kan vrij weinig dingen noemen. Maar vorm van ze zijn voornamelijk tegen racisme. Vorm van, vorm van democratie heeft echt. dat is echt een gigantisch uh, verschil. Doe even bij één partijprogramma. Dat zou ik altijd al een keer uh, bekijken. Omdat heel veel mensen zeggen dat er heel veel domme dingen in staan. Oh, maar het is echt gigantisch, 170 pagina's. Oh, nee, je hebt een korte versie toch? Uh, je hebt altijd een korte versie met uh, okay, gewoon... Even kijken. Een samenleving op basis van gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en solidariteit. Hmm. Bij één ziet een samenleving voor zich die eerlijker en socialer is, waarin onze verschillen... als Ja, dit zijn niet die partijpunten. Even kijken. En dan de bio-industrie, reclame, bijvoorbeeld fossiele industrie. Minimumloon per direct naar 14 euro. Klimaatneutraal in 2030. Minder geld naar de politie. Waarom ja. minder geld naar de politie? Ja, de, ik, um, die van de politie. <laughs> ja, ik begrijp dat in Amerika. Maar ik, ja, ik weet niet, misschien hebben ze wel goede argumenten ervoor hoor. Ik weet het niet, ik heb er niet in gedoken. Nee, er is juist tekort in, aan politie. In Amerika ben ik daar heel erg voor. Um, ja, maar kijk, er is een tekort aan politie, omdat politie heel veel taken overneemt die eigenlijk bedoeld zijn voor andere beroepsgroepen. zoals Bijvoorbeeld heel veel verwarde mensen, mm -hmm. weet je, dat het politie hoort daar niet mee bezig te zijn, mm -hmm. weet je. En dat komt ook omdat we een een, een een ja mental health systeem hebben dat bijna nog niet existent is. Dus dat is dan dan moet de politie bijspringen. Of als ouders niet hun best doen thuis, dan moet de politie bijspringen. Dan de pedagogische oplossingen moeten dan door een agent die daar helemaal nul ervaring mee heeft opgelost worden. Dus de agent neemt gewoon veel te veel op zich op. En dat is in Amerika ook zo. Alleen in Amerika is dat argument gewoon veel sterker. Want in Amerika gaat er gewoon enorm veel funding naar politie. En mogen ze ook gewoon uh, het geld en de bezittingen van mensen die in drugsdingen zijn, delicten zijn gepakt, mogen ze ook gewoon in beslag nemen. En dan kopen ze daar nieuwe wapens en wagens van en dat soort dingen. Dus daar begrijp ik het wel. Mm -hmm. um, Alleen ja, maar op de manier zoals ik het net zeg, zouden ze dat wel kunnen beargumenteren. Van minder geld naar politie en dan dat geld naar bijvoorbeeld um, de mental health uh, institutions in ons land. En de hulp in, uh, in de plekken waar je veel um, uh, problemen hebt, van straatjongeren of weet ik veel wat allemaal. Dat soort dingen. Meer, op, uh, meer bij, bij de bron oplossen dan tenminste. Kijk, ja, ik weet niet of zij al deze argumenten hebben hoor, maar. Doe eens bij één korte kieswijzer. Want dat is ook hier, goed. dit is gewoon dit. Uh, dierenrechten in de grondwet, ben ik helemaal voor. Echt? Ja, ja sowieso. Warm. Oh ja, dat zou ik vragen over jouw goudvissen. Goudvissen. Jij zegt dat is bioterreur, maar we eten toch ook vissen. Oh dus... ja, maar in de Europese Unie is uh, alle vormen van genetische manipulatie valt onder de bioterrorisme wetgeving. Maar je mag op. ze dus wel eten. Genetisch gemodificeerde dieren mag je ook niet eten. Die zijn verboden in de Europese Unie. Ook nee, maar niet. je mag vissen over het oh, algemeen mag eten. Ik, eten ja, ja. ik mag ze ook nu kopen in een winkel en ja. met een mes gaan steken. Ja, ik mag gewoon eentje op de pan nu gewoon levend koken. Ja, ja. Maar je mag niet eentje genetisch modificeren. Ja, dat is bioterrorisme. <laughs> ja. Dat is echt onzin. Ja. ja, ik weet het. Ik snap er echt niks van. Deze vind ik raar, zwarte mensen op verkiesbare plekken, maar Maar, maar, maar ik hoe? Dus je gaat gewoon zo: je gaat zo de bel maar in, en dan pak je zo gewoon een paar daar, pak je hem mm til -hmm. je hem zo op, en dan zet je hem zo op een verkiesbare plek. Ja, ja ik snap dat ook nooit. Al, zij zeggen ja. altijd dat er geen uh, dat zogenaamd door racisme zwarte mensen niet hoger op kunnen komen in de politiek, maar. Is dat wel zo? Ja, kijk, kun je je het, afvragen. Er, er is sowieso. Kijk, sowieso kun je... Denk zit er toch ook? Ja, ik ben er zo Maar je Simon, kan, je toch kan toch ook. Ook vrij makkelijk afleiden dat het voor een zwart persoon of een allochtoon moeilijker is om op die, die positie te geraken. Dan is dat zo? Je kan ja. gewoon een gemeenteraad joinen. Je, 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 je wordt gestemd. Er wordt op je gestemd. Je wordt groter. Ja, maar het begint niet, begin niet daar, hè? Het begint niet daar. Kijk, om, om de gemeenteraad te... De raad je hebt zelfs een zwart iemand in de Tweede Kamer nu bij PvdA. Ja, van de A. Ja, je hebt ook gewoon en Simons. Ja, en je hebt ja. ook bij SP, geloof ja, ik. Ja. Ja. ja, maar daarom, kijk, die on ondervertegenwoordiging, die zag ik, die, die ziet iedereen. Ik bedoel, iedereen is daarvan bewust. Alleen het begint niet daar. Je moet uiteindelijk moet jouw leven in zo'n positie komen dat jij je kan veroorloven om dat te doen. Dat jij niet hoeft te strijden op de straat om uh, weet ik veel wat of uh, voor een minimumbaantje als uh, weet ik veel bagage, weet ik veel wat werkt. Dan ja. Als je al die dingen niet hebt, als je niet zorg hoeft te maken over brood op de plank, dan uh, kun je je tijd in dat soort dingen steken. Ja. En uh, tegelijkertijd wil je ook pas in de politiek, wanneer je ja, daar een soort van, ja, hoe zou ik dat zeggen? Dat je zin hebt om te werken aan een beter Nederland. Want heel veel mensen willen dat niet. Het is heel moeilijk om een soort van community feeling te krijgen in een omgeving waarbij er nul sprake is van community. En dan ga je gewoon over op egoïsme en dat soort dingen. Ja. Terwijl als je uit het gooi komt, of zo, dan denk je van, van, oh ja, politiek is wel leuk. Ja, maar politiek is ook gewoon ontzettend saai werk. Wie ja. Er zijn überhaupt weinig mensen die dat willen doen. Laat staan, minorities, weet je wel. ja, ja En hoezo niet kaapverbod afschaffen? Ja, ik weet niet, ben jij daarvoor? Ik vind je gezicht niet kunnen zien, vind ik zo radicaal. Ja, maar... Ja, ik begrijp het wel. Kijk, ik ben, ik ben, ik ben voor een niet-kaapverbod. Maar ik weet ook dat het feit dat ik. De reden dat ik voor het niet-kaapverbod ben, is omdat ik gewoon negatieve emoties heb met die hele. Dat hele idee. Um, ik bedoel, als, als het van de oudere cultuur was, waar ik niks van wist, dan zou ik zeggen: ja, dan ga je gang of zo. Weet je. Maar ik ben er nu voornamelijk tegen, omdat ik uh, vind dat het meisjes meer openstelt. Um, om. Die het niet te dragen. Je kan raar. letterlijk niet meedoen aan de maatschappij als je een nikaap draagt. Je kunt wel meedoen aan de maatschappij, maar gewoon gelimiteerd. Het is gewoon heel, heel gelimiteerd. gelimiteerd. Want mijn, moeder overal... had, mijn moeder had collega's die gewoon een nikaap droegen bij Milligurisch ook. En ik kende die vrouwen gewoon. Als, een, als kind ging ik gewoon best wel praten. Ja, met maar dan ben je dan... gewoon huisvrouw alleen. Ja, maar kijk, dat gebeurde voor mij ook. Want wij, wij haalden die vrouw dan op met de auto. En ik was een klein kind. Zij werkte ook bij Milligurisch, die vrouw. Maar dan haalden we haar op met de auto. En dan kwam zo een. een, 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 um, een um, ja, ik wilde wat het zeggen, maar laat maar. Dan komt er zo zo'n vrouw, een ninja. Um, en dan denk je van: oh ja, oké. Okay. En dan gaat ze de auto in. En dan, in, wanneer je op kantoor bent of weet ik veel wat. dan verandert ze weer in een normale hoofddoek. Weet je? En dan denk je van: oh ja, zo ziet je eruit, dit en dat. Maar dan na een bepaalde leeftijd. Mag ik dat ook niet meer zien? Dan zie ik er alleen. Dan is het weer een ninja, zo zonder stem en dat soort dingen. Maar ja, nou als je? je twaalf bent, mag je er alleen ja, nog precies. Dus het is wel raar. Dus daarvoor ben ik er wel tegen. Maar ik begrijp ook wel dat als jij het echt wilt dragen, dat jij het gewoon het recht moet hebben om het te dragen. Dat begrijp ik ook. Weet je, alleen voor mij is het dan. Kijk, het is heel lastig voor mij, want dan kun je zeggen: van... oh ja, maar het is bij hen erin geprogrammeerd om dat te dragen. Ja. Ja, dat weet ik, maar het is bij mij ook zo. <laughs> ik draag ook een broek. <laughs> omdat dat bij mij erin geprogrammeerd is. Maar omdat we met z'n allen een broek dragen, is het minder erg. Weet je? Maar ik bedoel, een of andere stam kan zeggen van hey, ik vind het best wel raar dat jij je benen niet wilt laten zien of je borst, of je piemel. Weet je? Nee. Ik, van, ik kan niet aan jou aflezen of jij uh, opgewonden bent of niet. Ik vind het heel raar. Het is gewoon een limitatie van jou als persoon. Als ik niet je piemel kan zien, <laughs> zou je gewoon kunnen bargumenteren. Maar omdat het gewoon die negatieve. Uh, de uh, ja, verbindingen heeft met onderdrukking en voornamelijk vrouwenonderdrukking, ben ik er wel inderdaad pertinent op tegen. Ja, en iedereen had ook het argument van: Oh, met mondkapjes is het ineens geen probleem. Ja, dus, ja. ja. Je hebt er eigenlijk geen goed argument voor, maar het is gewoon: ik denk dat heel veel mensen het gewoon naar vinden om te zien. Ja, of precies. Zo. Precies. Het is gewoon: je kijkt naar een onder onderdrukt vrouw en ook al voelt zij zich niet onderdrukt, is het. En het, het... is helemaal zwart, wat ook een beetje eng is ja. voor kinderen en zo. Maar ja, ja, precies. Nou, Gratis OV, daar ben ik het gewoon mee eens. Afschafen eigenlijk risico, ben ik het mee eens. Geen marktwerking in de zorg ben ik het mee eens. Minimumland 14 euro eens. Aandacht voor institutioneel racisme eens. Gratis OV. Het is gewoon echt jouw partij. Ja, maar ik ben met de meeste van deze dingen ben ik het eens, want het zijn gewoon logische dingen. Maar wie? Kijk, welke persoon zegt van nee, minimumland moet niet naar 14 euro. Dat toch gewoon SP, raar. Ze hebben toch SP daarnaast met ja. die kruisjes? Ja, ja. Dat is ja maar dat ben je toch gewoon raar? Dat ben je gewoon raar? Geef mij een legitieme reden om minimumloon nou, niet naar 14 sommige euro te Sommigen zeggen mensen: Nou, uh, 13 euro is lijkt me ook genoeg of zo. Ja, waarom? Veel. Waarom? Het ja. is zo raar, want die mensen denken nooit bij zichzelf: van, Oh, nee, ik heb 4000 verdiend. Deze man dat is wel genoeg, hoeft niet meer. Weet je? Ja. Want je probeert gewoon de onderklasse laag te houden. Nou ja, dat geld moet natuurlijk ergens vandaan komen. En als jij minimumloon naar 14 euro geld. doet, we hebben echt meer dan genoeg geld. Nee, maar dat moeten werkgevers betalen. En misschien ja, en die maak je werkgevers dan... maken. Werkgevers doen het fucking goed. Ze doen het echt heel erg goed. Ze doen het gewoon fucking goed. En voor mij mag je best een regeling fixen dat als een bedrijf failliet aan het gaan is. dat je de uurloon weer naar 12 mag doen. voor een korte periode. dat het weer goed gaat. Prima. Prima. Helemaal prima. Hebben we hebben dat ook opgelost. Ja. Maar er is echt geen legitieme reden om het laag te houden. Of afschaffen eigen risico. Ja, tuurlijk afschaffen. Natuurlijk. Af, waarom? Waarom heb ik een eigen risico? Ik ben toch verzekerd? Hmm. Waarom? Weet je hoeveel mensen geen medische hulp zoeken omdat ze hun eigen risico niet willen betalen? Dus je bent verzekerd. Je eigen risico valt toch mee? Je hebt to toch maar 350 Ffff, euro of zo? Ja, maar het is 350 euro al meevallen. <laughs> dat is voor heel veel mensen. Nee, maar de, de zorgkosten wel... gaan al helemaal uit de klauwen. Ja. Het is al zeg maar met die eigen risico kunnen we het al heel moeilijk betalen. Laat staan ja. als je dat ook nog afschaft. Dat, zorgkosten zijn al de grootste kostenpost van deze hele van dit land. Ja, je zou bijna denken dat je dat wel kon betalen... Hè? als al die bedrijven recordwinsten boeken al jarenlang. Ze denken dat er heel veel geld is. Waar, waar gaat dat geld naartoe eigenlijk? Mm. Waar is al dat geld? Zeg het land ter wereld. Waar, waar gaat dat allemaal naartoe? Daarom vind ik die concept... Weet je nog die uh, gigantische climate deal van Amerika? 400 miljard. <laughs> Moeten we blij om zijn. Amerika geeft 700 miljard per jaar uit aan een leger. Mm. 700 miljard per fucking jaar... Een fucking leger. Wat de fuck heeft die leger voor ons gedaan? Mm. Helemaal gereed. Maar op de een of andere manier klagen mensen om zulke dingen niet. De, de, de miljarden die we mislopen door belastingontduiking, klagen mensen niet. Bedrijven die recordwinsten pakken met onethische winsten in tijden van fucking economische crisis. Boeit allemaal niet. Maar als een minimumloon 1,50 euro omhoog gaat, dan is het gewoon gedaan. <laughs> als, we af, als we de eigen risico afschaffen, is het gewoon gedaan. En ik vind ook gewoon: doe het. Do Oké, okay, als het vak als het up gaat, dan veranderen we het toch weer terug. Veranderen ja. het gewoon weer terug. Scroll maar verder. Stemmen vanaf 16 jaar. Hmm. hmm. Ik vind deze wel interessant. 16 jaar, dan ben je echt nog niet in staat om dat te weten hoor. Ik vind deze wel interessant. Ik wil even kijken naar. Uh, het is sowieso raar dat we allemaal één stem hebben. Ook uh, boomers van zeventig uh, die helemaal geen toekomst meer gaan meemaken. Even Kijken, leeftijdsopbouw. Ja, dat is toch wel een. Uh, er, komt, er, komt, ja, er komt best wel een stukje bij. Er komt best wel een stukje bij. Ja. Als heel veel stemmers jaar, bij bedoel je. Ja, als je vanuit 16 jaar kan stemmen. Ja, ja ik weet het niet. Ik weet ja, heel niet veel 16-jarigen uh, die stemmen natuurlijk gewoon. Links, denk ik. Want die willen gewoon bijvoorbeeld gratis duo. Of, uh, ja. weet je wel? Dus waarom zouden ze rechts stemmen? Ja. Dus voor linkse partijen is het aantrekkelijk. Voor rechtspartijen niet. Ja. Uh, flinke krim van een veestapel voor... Klimaatneutraal in um. 2030. Herstel van koloniale schade voor... <laughs> Europese samenwerking voor... Maar ik weet, ja, de zorg. Meer dan één standpunt over st st racisme. Wat het fuck betekent dat? Ministerie van Gelijkwaardigheid... Nee, plan tegen moslimhaat. Ja, 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 ja. Ik wil wel een plan tegen moslimhaat, tuurlijk. Waarom? Tuurlijk wil ik wel een. Is plan er moslimhaat? Moslim um, ja, natuurlijk is er moslimhaat niet in Amsterdam, niet in onze, in onze wereld, maar in fucking uh, ergens in fucking, weet je, gewoon zo'n rare plek waar je alleen maar blond ziet. Daar is er uh, zeker moslimhaat. Mensen... Is dat buitenlanderhaat of moslimhaat? Oh nee, moslimhaat. Er zijn mensen die daadwerkelijk echt super bang zijn dat de islam Nederland gaat overnemen. Mensen geloven dat gewoon daadwerkelijk. En dat gewoon alle Turkse en Marokkaanse jongeren, kinderen, nu allemaal op gekke islamitische scholen zitten. of Koranscholen waar ze gekke shit leren aan die kinderen. Weet je, het is gewoon de waarheid. Een soort van de kutste deel van een waarheid. Uitspreiden over de hele waarheid. En zeggen van ja, dit is de waarheid. Dit is wat islam is. Dit is wat moslims is. En dat soort dingen. En die hebben verder gewoon geen. Want dat is raar voor mij. Weet je hoeveel Nederlanders zijn? er zijn? Nederlanders er zijn die nul allochtonen als vrienden hebben. Of in een directe omgeving. Echt fucking veel. Echt fucking veel. Wij zien die mensen niet. Want wij wonen. Wij zijn van die verwende stadsjongeren. Maar ja, als je uit een of andere dorp komt. Dan uh, is dat wel uh, vrij logisch, denk ik. Oké. Okay. Ja, bedenk dat abortus afschaffen. Ja, maar met welke van deze dingen ben jij het niet eens eigenlijk? Wacht, even kijken. Scroll even minder snel. Even kijken. Minder geld naar de politie. Ik vind dat niet. Ja, logisch. nee, daar ben ik het ook niet mee eens, inderdaad. Um, even kijken. Dierenrechten in de grondwet, dat betekent dat we letterlijk geen vlees meer kunnen eten? Nee, het betekent dat. Kijk, Jawel, nu, want in, huh? nu is het bijvoorbeeld legaal. Ik kan Als ik een cavia heb, kan ik gewoon zijn hoofd eraf snijden. Mm. Dat kan gewoon. Dat is niet tegen de wet. Dus het zijn, het zijn dat soort dingen. Maar mag je wel, als je dierenrecht in de grondwet, doet, mag je dan nog wel vlees eten? Ja, waarschijnlijk wel. Ik weet ja, het ik niet weet hoor. Ik weet het niet. Want onze rechten staan ook in de grondwet. Nou, en wij als ze, mogen als ze elkaar ook niet je, vermoorden. Als, je, als, als ze bedoelen dat je geen vlees meer mag eten, dan ben ik er wel tegen. Maar als ze bedoelen dierenrechten zoals dat, uh, het mishandelen van dieren... Op straat of in je huis dezelfde straf krijgt als mensen dat hebben, zeg maar. Ja. Want nu word je er niet echt op bestraft. Dan uh, ben ik daar wel voor, natuurlijk. Want dat uh, raakt natuurlijk alleen maar fucking psychopaten die. Vermoorden of whatever, mm -hmm. maar als het ook op de voor de feesttafel geldt, dan vind ik het een maar. Dit draconische... zijn niet al hun uh, standpunten. Ik ja, weet dit is gewoon ook is ook ze... gewoon mooi gemaakt. Ja, precies. Want ze, ze zijn ook bijvoorbeeld voor menstruatieverlof en zo. Nou, uh. daar ben ik het niet mee eens. Ik heb nooit last van mijn menstruatie. Ja, um, nou uh, ga eens even verder. Van hier, um, oké, okay, even kijken. Aandacht voor institutioneel racisme. Ja. Oh, wat als je die afschaffen, eigen risico. Uh, inkomensgebaseerd zou doen. Ja, vind ik veel beter. Ja, ja vind ik een hele goede. Echt leuk. Hè? Hoe het beter wordt wanneer je de rijken wel laat betalen. Ja, <laughs> gratis OV ben ik het zeker mee eens. Ja. Of in ieder geval veel goedkoper. Ja, Dat Trein... zou zoveel oplossen. Trein vind ik te duur. Alles ja. mag wel echt 50% minder. Ja, gewoon de, de, de government moet het doen. Laat het de government doen. Fuck de NS. Government, neem het over. Fix het. Ja. Ga maar verder. Um, stemmen vanaf ja, wat 16 jaar... Van die... ben ik niet mee eens. Ja, ik... 16-jarigen lijken me te beïnvloedbaar. Ik vind zelfs 18-jarigen te beïnvloedbaar. Toen ik 18 ja. was, had ik echt geen idee. Kijk naar hoeveel... hoeveel um... Toen ik 18 was, zou ik FVD stemmen. Ja. <laughs> ja. ja. Dus ja. Maar kijk naar hoeveel achterban die Andrew Tate... gewoon een of andere random idioot... die ja. verschijnt op het internet, Even en opeens miljoenen kinderen. Weet je, achter de Een leger. Dus ja, dan zou je dat soort dingen gewoon voor elkaar ja. kunnen krijgen. En vergis je niet, hè, uh, heel veel van Forum Achterban was jong waren jongeren. Ja, ja, sowieso. Dus, uh, ja. sowieso. Dat uh, zou ik niet doen. Maar ik ben, ook niet, niet, ik ben er sowieso tegen dat iedereen één stem heeft. Dat vind ik heel raar. Want waarom hebben boomers van 70 en 80 ook één stem... en ik, ja. die nog een hele toekomst heeft, ook één stem? Ja, het is een beetje een raar systeem, denk ik. Want die Klopt. hebben niks meer. Waarom zouden die zich druk maken om klimaat? Of weet je wel? Of, ja, ja, precies. Of ja, die, die stemmen alleen voor hun eigen interest. En ja. Nederland is een vergrijsd land. Ja. Dus dan krijg je dus dat je VVD. Dat zijn gewoon in de ban van de, de grijsjes. Dat ja, ik merk dat ook als, altijd als ik buiten de randstad kom. Het is zo'n vergrijsd land. Ja. Overal zie je gewoon grijze hoofden, kortpittige kapsels op fietsen, cetera. Ja. En dat zijn gewoon de ver uit de grootste gedeeltes. En die stemmen allemaal VVD, want met hun gaat het gewoon goed. Ja. Dus daarom winnen ze. Ze zijn zo bang om het ook maar een beetje kwijt te raken. Ja. <laughs> een beetje bruin in de wijk en het is gewoon verpest. <lacht> ja. <lacht> Ik vind het echt leuk om zo plat te zeggen, want dat is ook exact de manier hoe, uh, hoe zij de dingen zeggen. Dus dat is het echt leuk. Uh, ik weet ja. niet wat Nationaal Zorgfonds is. Ja, maar... Ik ook niet. Uh, ik weet het ook niet. Maar kijk, dat van, dat van eigen risico. Ik merk het echt van heel veel jongeren dat ze gewoon niet naar de tandarts willen gaan. Of niet naar dit of niet naar dat. Omdat ze gewoon ja. eigen risico niet willen betalen. En dan betaal je eigenlijk voor niks voor je uh, verzekering. Want je gebruikt hem niet. En dan gebruiken ja. alleen oude mensen het. En dan ben jij aan het betalen voor die oude mensen. Maar je moet er ook van uh, profiteren. Ja. Laat, uh, laat die oude maar eigen risico betalen. Die betalen het toch toch een pensioen waarvan altijd iets overblijft? Nee grapje, echt, <laughs> pensioen is ook kut. ja dat ja, was het wel. Op maar op zich ik... ik zie kijk ik zie ook niet echt hele extreme dingen. Ja ofzo. herstel van koloniale schade. Ik weet niet wat dat inhoudt. Ja. Daar heb ik meer info over nodig. Maar dat zijn waarschijnlijk herstelbetalingen. Ja. Ja. Ik vind dat voornamelijk voor de bes eilanden. Um, en dat is gewoon heel klein. Dat is bij elkaar niet eens een miljoen mensen. Mm -hmm. Ik vind dat top. Ja, maar bijvoorbeeld, hoe, hoe ver ga je terug? Want uh, Indianen woonden in Amerika. Voor mij maakt, maakt het niet uit hoe ver je terug gaat. Dus maar, moet je dan herstelbetalingen aan kijk, Indianen Kijk, Als, als geven? Duitsland herstelbetalingen heeft betaald aan Israël. De, dan komen we Nederland en Suriname er ook wel uit, denk ik. Mm -hmm. Weet je? De Rusland betaalt nog steeds voor. Betaalt mij. Duitsland het aan Israël? Ja, na de Tweede Wereldoorlog is. Het... We Kijken of dan? ze het nog steeds betalen? Uh, Germany, reparations. Israël. tensions over uh, die ja, voor of de, voor de Tweede Despite the protest, the agreement was signed september 1952, and West Germany paid Israel a sum of 3 billion marks over the next 14 years. Around 50 million marks were paid to the World Jewish Congress. The payments were made to the state of Israel as the heir to those victims who had no surviving family. The money was invested in the country's infrastructure and played an important role in establishing... 3 ja, ja, miljard mark. Even kijken. In dollars, hoeveel is dat? Oh, het is gewoon eenmalig. Dus nu, 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 niet nu nog steeds. Nee, blijkbaar niet. Uh, maar dingen krijgen wel, toch? Als je Joods bent in Duitsland, krijg je nog steeds geld per maand, volgens mij. Oh ja? Ja. So, yeah. uh, from 1945 to 2018, the German government paid approximately 86,8... 8 billion in restitution and compensation to Holocaust victims and their heirs. Germany has also identified Nazi looted objects, including artworks, bo books and ob objects with larger collections. And has returned 60,000 objects. Blah, blah, blah. Nou, dus 86 miljard hebben ze sinds 1945 of 2018 betaald in the restitutie. Hmm. Um, dus ja, ja. Het ja, is wel lijp wanneer je dit ziet. Als zwarte. Die dan in een van de Afrikaanse landen woont die helemaal verkracht is. <laughs> helemaal verkracht is. En dan wil je dit ook doen. Bijvoorbeeld uh, Kenia is nu België aan het aanklagen ook omdat ze geld willen. Of Engeland of zo, ik weet het niet. Maar dan, dan proberen ze dat te doen. Maar in Israël lukt het wel heel makkelijk. Mm. Op de een of andere manier. Congo is toch van België geweest, niet Kenia? Ja, yeah, Kenia is Engeland. Uh, Kenia, Suing, UK of zo. Uh, ja, Colonial Abuses in Kenia. En dan zijn het gewoon een handje vol mensen die gewoon uh, justice eisen. Maar daarom, kijk, ze hebben, ze hebben Israël 83 miljoen gegeven over al die jaren. Duitsland een van de succesvolste landen in de, in de EU, toch? Ja. Meest succesvolle, ja. Ja, gek dat het, dat het lukt wanneer je 86 miljard uitgeeft aan een ander land. omdat je ze pijn hebt gedaan. Wat gek. Wilder zou zweren dat we, dat een land er voort gaat gaan. Want er is nooit geld. Waar is al het geld? Er is geen geld. Rijke mensen is echt van. Hé, maar we hebben geen geld. Ja. Nou, je Fucking een gouden deel door je kont hebben. We hebben geen geld. Ja. Oh. Maar ja, dus 86 miljard, dus van mij mag ook wel een paar miljard naar de BES-eilanden. Het is gewoon een win-win voor iedereen. Wordt daar allemaal leuker? Is het voor ons leuker als we daar op vakantie gaan? En dan uh, heb je ook minder last van, uh, weet je? Volgens mij is het überhaupt leuk als je geld hebt en op vakantie gaat. Of het nou ja. beter wordt of niet. Ja, maar als de mensen om je heen het ook leuk hebben, dan kun je het met meerdere mensen leuk hebben. En dat is gewoon extra leuk. Ja. Weet je? In plaats van, oh nee, die enge mens, die enge negers, want op ongehoord Nederland heb ik gezien dat ze witten nu in elkaar staan. Heb je dat gezien, Frans? <laughs> ik wil de volgende aflevering, uh, het programma Hagelslag naar halal bespreken. Oh ja. En ik wil 9-11-complotten bespreken. Oké, okay. dus doe je hierbij een belofte dat je dat voorbereid moet ik een, uh, een 9-11-presentatie uh, uh, um, maken weer. Ja, ja, dat moet. <laughs> Okay, Anders nou. krijg je geen donaties. <laughs> ja. Mm. Oké. Okay. Ik denk dat dit hem is voor vandaag. Ik ja. ben nu wel echt kapot hoor. <laughs> ja, ik kan nog uren doorgaan man. Mm. Zie je, eigenlijk moet ik wel zo'n Twitch kanaal openen. En dan ook gewoon acht uur op een dag zo. Ja, open het lullen. dan. Ja, maar ik heb wel iemand nodig die tegen me praat zou de hele ja, tijd. Nee, maar ga live op onze YouTube. Ja, waarom maar, doe je dat? acht niet? uur lang zo. Ja. ja, maar op YouTube zijn mensen dat niet gewend, lange dingen kijken, maar bij Twitch is dat wel. Nee, ja, maar een doe ding. een keer een QA op onze YouTube-kanaal. Je begrijpt mij niet, Lalik. Kijk, de enige reden waarom ik dit doe is door jou. dus is de enige reden dat ik dit heb gedaan. Ik wil het mijn hele leven al een podcast starten, maar moet jij het zo starten, zeg maar. Ja, maar je zegt net, started. ik vind het leuk om... jee, ja, 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 ik vind het leuk, maar ik start niet. Ik ben een hele slechte starter. Maar als ja. iemand het start, dan ga ik heel graag... Dus als graag... ik jou morgen app van... hey, kan je live gaan op onze YouTube-kanaal? Dan ga ik het wel ja, doen. Ja, maar dan moet jij erbij zijn. Want, Waarom? Want ik ga dan... Omdat, omdat mijn hoofd dan werkt van... Mm, nee, want ik, ga met mezelf, ik ben een met, met zichzelf prater. Ik heb voor het ja. grootste deel van mijn leven alleen met mezelf gepraat. Dus dan... Niet voor het grootste deel van mijn leven. Maar dus dan ga ik met mezelf praten. En dan praat ik mezelf er gewoon vanaf. Van mm, later of nee. Want waar ga ik over praten? En bla, 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 bla. Oh. Dus, Oké, okay, uh, laten we dan samen live gaan op dat, YouTube. Uh, dat krijg ik. Ja, weet, zo je zo. We, weet je al hoe we live moeten gaan? Ja, het is gewoon een kwestie van een knopje drukken. Alleen ik moet die de kwaliteit gaat wat slechter zijn oh. van de camera. Uh, maar ja, we kunnen wel gewoon live gaan. Dus je weet wel gewoon hoe dat moet? Ja, gewoon die videoverbinding. En dan en, en, dan we moeten we gewoon een announcement doen. Ja, alleen we zijn wel de lul als mijn laptop gaat, gaat crashen. Dan, hè. Dan, oh. nou, ja. Ja. Kan die dat niet aan, denk je? Uh, ik denk het wel. Vorige keer ging hij crashen, maar het kwam omdat ik hem had geoverklokt en zo. Dus nu moet het wel goed komen. Ja. En we moeten nog steeds met mensen inbellen. Oh ja. oh ja. Weet je hoe dat moet? Ja, gewoon met Bluetooth verbinden met dit ding. En dan Bluetooth aanzetten en dan kun je gewoon... En Dan verbinden. hebben we gewoon goede audio. Uh, ja, als het goed is wel. Alleen ik vraag me dus af, als die mensen met ons praten, dan moet je het waarschijnlijk via de koptelefoon luisteren. Oh oké. Okay. Hebben we die nog? Uh, ja, ja. ja dan neem ik wel eentje mee. Of dan sluiten we gewoon een speaker eraan uh, er vast of zo. Dus dat komt goed. Oké. Okay. Okay. Nou, dan zien we jullie de volgende keer weer. Nou, tot de volgende keer. Doneer vriend. Doneer op xgaleve.backney.org <laughs> en join de Telegram-chat. We hebben één normale en één voor betalende donateurs. Dan krijg je alle aandacht ja. ons op je vragen. Ja. Nou, Bij die andere keer. chat garanderen we niks. <laughs> <laughs> ja. Tot de volgende keer.